Onze IJslandse chef Dagny Ros houdt ervan om makkelijk en snel gezonde gerechten op tafel te toveren. Met haar blender in de aanslag mixt ze in een snel tempo dampende soep en heerlijke smoothies. Of blendt ze zelfs een volledige maaltijd bij elkaar. Na zware werkweek en zware weekend met veel eten en drinken, begin ik meestal maandags de gezonde tour op. Vandaag ga ik voor jullie twee heel gezonde en lekkere drankjes maken. Mango lassi met een beetje yoghurt daarin en een gele toverdrank die goede kurkuma heeft. Ik ga beginnen met gele toverdrank. Waarom noem ik dat gele toverdrank? Is omdat ik gebruik verse kurkuma. Je kan ook een poeier gebruiken. Kurkuma is ontstekingremmer. En dat is eigenlijk de nieuwe hype in de keukenwereld, zoals gember was vroeger. Je kan natuurlijk ook verse ananas gebruiken, maar dan moet je wel ijsblokjes. Maar ik vind dat heel simpel. Altijd in mijn diepvries bevroren ananas. Dat is heel gezond. En ik gebruik een volledige kurkuma met pellenaal. Want alle vitamines zitten in de pellen. Maar je mag natuurlijk ook pellen. Zo. Een beetje zwarte peper. Citroensap. Dat is ongeveer een half citroen. Honing of agave. Als je vegan bent, dan is agave natuurlijk, want dat is van een plant. Een beetje water. En dan gewoon goed blenden. Heel simpel. En ik denk dat duurt maximaal 5 minuten om dat klaar te maken. Mijn kinderen vinden het ook lekker. Even proeven. Echt super lekker. Je smaakt echt die kurkuma. Ja, het is redelijk dik. Maar als je hem dunner wil, dan voeg je gewoon een klein beetje meer water. Maar ik vind dit perfect. Ik werk dat voor mezelf met kiemen. Je hebt in de meeste winkels kiemen, die zijn super, super gezond. Dat is echt bordevol vezels. Zo. Mijn kids willen dat echt niet zo drinken, maar voor mij vind ik dat perfect. Dat is een ontbijt in een glas, hè? Voilà. Ik ga van jullie nog eentje maken. De mango lassi. Snel uitspoelen en klaar voor de volgende drankje. Bevroren mango. Ook gemakkelijk als je dat zo koopt, want zelfs naaien is extra werk, hè. Voilà. Niet te veel water, want ik heb hier skyr. Je kan ook Griek yoghurt of platte kaas, wat je hebt, in de ijskast. Maar natuurlijk, als je met zo'n melkproduct toevoegt, dan wordt het nog meer vullend. Honing. Kurkuma, een paar peperbolletjes. Ik heb hier een klein beetje gember. Ik ga een beetje toevoegen. En weer al gebruik ik alles met de pel. Citroensap. En dan gewoon blenden. Voilà. Nu, mango lassi is eigenlijk een drankje, zo'n lassi zeggen ze, die in India veel gedronken is. Voilà. Echt super heerlijk. Voilà. Hier hebben we onze twee lekkere drankjes. De gele toverdrank en mango lassi. Ik zou zeggen, probeer dat gewoon zelf thuis.